Staan Go 3, grote prijs van Brabant. Ben je tevreden met je cross? Nee, niet echt. Ik had een goede start, maar daarna had ik een paar rondjes gewoon goed mee. Maar ik voelde dat eigenlijk vandaag het niet erin zat. Dus wel last van de rug en eigenlijk teleurstellend de 11e plaats. Maar ja. Hey, en dat parcours, hè? Ik hoorde wat meerdere rennen zo, die mokten er wat over. Wat vind jij ervan? Ik hou wel van technisch veel bochten, maar vandaag was het tenminste, het waren er veel. Dus als je dan een mindere dag hebt, dan is het niet zo leuk. Je bent bezig met je laatste maand in dienst van Rabobank. Je gaat een nieuw avontuur beginnen bij de nieuwe ploeg van Nick Nuyens, Veranders Willems Kredan. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Ik heb zelf contact opgenomen met Niels en gepraat. En toen kwam eigenlijk het nieuwe project van Nick Nuyens dan te sprake. En daar had ik er wel zin in. Dus uiteindelijk zonder twijfel getekend. Ja. Ploeg gaat bestaan uit 12 renners en 4 crossers. Jij bent een van die 4 crossers. Betekent dan ook dat je wat minder op de weg gaat rijden? Er wordt in ieder geval rekening mee gehouden. Dus tenminste, ik ga gewoon vol voor de cross en dat weten ze bij de ploeg. En er wordt gewoon gekeken naar wat voor zo'n programma dat er mogelijk is. En ik heb in ieder geval wel veel zin in. Het is een stapje hoger op. Dus kijken of ik daar sterker van kan worden. Ja, want je wordt gewoon prof natuurlijk. Ja, klopt. Dus, en ik kan nog steeds mijn grote passie, het veldrijden, uitoefenen. Dus ik ben er heel tevreden mee. Laat ik dan de vraag anders stellen. Hè. Die ploeg wil graag die voorjaarsklassiekers gaan rijden. Hoe groot is de kans dat jij daarin aanwezig gaat zijn? Nou, ik denk dat er veel sterke wegrenners ook aan de start staan. Die allemaal wel het voorjaar als een van de doelen hebben in het wegseizoen. Dus voor mij zal het voorjaar zal nog geen sprake zijn. Maar ik sluit niet uit. Ik zou best wel graag een keer een voorjaar willen rijden. Maar dat is heel lastig te plannen eigenlijk na het crossseizoen. Dus daar gaan we het over hebben. Kijken. Ja.